Ook van mijn beurt, goeiemiddag ondertussen allemaal. Het is nog een laatste poging om nog even wakker te blijven. Enerzijds de honger te onderdrukken, anderzijds in geval dit al het zo zou zijn. En voor zij die hun tablet of iPhone of andere gsm niet gebruiken om notities te nemen over wat we hier aan het vertellen zijn, dit is het moment om het nog even aan de kant te leggen en zeker en vast te luisteren. Ook even meegeven in het kader van GDPR dat ik bij deze ook mijn toestemming geef om mee in beeld te verschijnen als jullie een of andere foto zouden nemen. En ik hoop van harte dat het beeld dat ik genomen heb is redelijk snel gegaan. Het zal waarschijnlijk redelijk vloe zijn. Bij deze ook direct uw goedkeuring heeft gekregen. Indien niet, stuurt u mij op papier Een ondertekend document. U kan mij informatie terugvinden in de directory. Voilà. We zullen het hebben over Polio Plus. En heel snel een vijftal items. Ik zal van de gelegenheid gebruik maken. En ik dank daarbij direct ook alle voorgaande sprekers dat zij sneller erdoor gegaan zijn dan voorzien, dat ik ietsje meer tijd heb. Wees gerust, ik zal ook het uur van 1 absoluut niet overschrijden, maar ik zal het wel ietsje langer maken dan de originele 10 minuten die voorzien waren en de 15 minuten die het geworden zijn. Dus ik maak van die gelegenheid gebruik. 5 onderdeeltjes die we zullen tackelen. En een allerbelangrijkste begint met de vision statement. Het is aangehaald door de inkomend gouverneur en het is een aantal keer verschenen op het scherm telkens we een hele grote foto zagen van onze inkomende Rotary International President, Mark Maloney, waardoor de aandacht direct naar hem ging en niet naar de tekst ernaast. Maar dus sinds vorig jaar hebben we een vision statement, heel bijzonder, omdat die voor het eerst weer voor Rotary in zijn geheel is. Dus niet enkel Rotary International, maar ook de Rotary Foundation. We hebben hier de vertaling, maar dus together we see a world where people unite and take action to create lasting change worldwide in our communities and in ourselves. Dat is absoluut belangrijk. Dat is het begin van de cirkel en dus automatisch ook het einde. Hiervoor doen we het. Dag in dag uit, elke dag opnieuw. Zowel Rotary International, de Rotary Foundation, de clubs en jullie als leden. En dus daar kan je altijd alles in terugvinden. En eigenlijk zouden we dit allemaal van buiten moeten kennen. We zouden moeten een kleine sessie organiseren waarbij we tegen het einde van die sessie met een kleine ondervraging er zeker van zijn dat jullie, als je hier buiten stapt, dit echt wel van buiten kennen. Maar bij deze een poging. Nu, binnen het strategisch plan, het actieplan, zal polio vanzelfsprekend een belangrijke rol hebben. In onze strijd die we voeren tegen polio, zien we dat we door de krachten te bundelen, we ver geraken. Dat we echt wel resultaten halen. Dat we daarbij ook oplossingen op maat maken voor zij die het nodig hebben. We droppen niet gewoon een of ander iets en we hopen dan dat ze het zullen gebruiken. Nee, we detecteren het probleem en we zien wat we eraan kunnen doen en we maken oplossingen op maat. Ondertussen monitoren we continu onze resultaten, we evalueren die resultaten en we zorgen ervoor dat zowel de tegenslagen als de successen verwerkt worden in hoe we onze strategie daarvoor aanpassen. We merken dat we dit niet alleen kunnen en we maken samenwerkingsverbanden, internationale samenwerkingsverbanden met organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, zoals UNICEF, CDC en zelfs nu ook Bill & Melinda Gates Foundation. Tot slot stellen we ook vast dat we op het veld zien dat de infrastructuur ontbreekt. En dan bouwen wij die. Rotary bouwt die dan samen met onze partners. En dat model, die items, dit zullen we hernemen. Dit doen we nu vandaag voor polio. En dat zal ook in de toekomst voor toekomstige projecten, gewaagde, gedurfde initiatieven en doelstellingen zoals we doen met polio, ook het model zijn die we verder zullen hanteren. En vandaar dat in het toekomstig plan dat vandaag nog wel de inkomende gouverneur heeft het toegelicht, maar dus vandaag nog niet volledig uitgerold en nog niet uitgerold is sowieso, in de eerste doelstelling 2 items, 2 initiatives zal bevatten die over polio gaan.
Om het heden te begrijpen, moeten we uiteraard even stilstaan bij het verleden. En ik zal er heel snel doorgaan, maar sinds 1967 al is in België de wettelijke verplichting om ingeënt te worden tegen polio. Een 13 jaar later heeft dat al de mooie resultaten opgeleverd dat wij geen enkel niet geïmporteerd geval, want we hebben daar uiteraard een onderscheid in België is voorgevallen. Dat is heel goed. En 1979 is ook direct het jaar waarin we voor het eerst echt actie ondernamen op internationaal vlak door in de Filipijnen op grootschalige wijze poliovaccins te gaan uitdelen. We springen dan direct naar 85, want dat heeft ons veel inspiratie gegeven. En sinds 85 is Polio Plus officieel van start gegaan. In 1988 heeft dat dan geleid tot het Global Polio Eradication Initiative, dus de GPI, of het IMEP, dacht ik in het Frans, om die krachten te bundelen, zoals ik al gezegd heb, met de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF, de CDC's. En ook in datzelfde jaar hebben wij het laatste niet geïmporteerde, het wel geïmporteerde geval gehad van polio in België. Dit jaar, 30 jaar geleden, is de laatste keer dat we polio gezien hebben in ons eigen land. Dat kan misschien de afstand, dat doet het ook, dat vergroot de afstand tussen de ziekte en wat wij aan het doen zijn, waardoor je het gevoel kan hebben waar zijn wij hier in ons land nog mee bezig. Maar het blijft absoluut relevant, ik kom daar straks ook later op terug, omdat zolang die ziekte niet is uitgeroeid, die elke dag opnieuw ook hier in ons eigen land kan staan. In 2002 dan is Europa officieel poliovrij verklaard. 10 jaar later hebben we de laatste vaststelling gehad van een type 3. Ik zal daar niet dieper op ingaan. Dit is vandaag niet het forum, maar we hadden 3 typen van poliovirus. Eentje is al volledig uitgeroeid. Echt, absoluut. De tweede komt eigenlijk ook niet meer zo vaak voor. Maar goed, ik ging niet uitweiden. En het jaar daarna, 2013, heeft Bill en Melinda Gates Foundation zich ook aangesloten bij het initiatief. Om uiteindelijk uit te komen op vandaag, 2018, en dus 2019 zijn we al, maar dus om afsluiting te hebben van vorig jaar, waar, zoals je het kan zien, er nog in 2 landen, Afghanistan en Pakistan, wilde polio cases vastgesteld zijn, 33 in totaal, wat dus een fractie is van de 350.000 per jaar waar we vroeger mee te maken hadden. Om dat te bereiken hebben wij meer dan 2,5 miljard kinderen wereldwijd ingeënt in 122 landen. Dat is een hele prestatie. En we weten dat we er zijn, maar nog niet helemaal. We hebben nog 0,1% te gaan. En daarvoor heeft Rotary International samen met de partners, dus met het globale initiatief, de endgame uitgeschreven en uitgerold. En dit is nu een aantal jaar aan het lopen om echt op basis van de 4 factoren, de 4 aspecten die je ziet, te gaan naar die volledige uitroeiing. Ik heb even de meest recente resultaten erbij genomen die officieel zichtbaar zijn. En dat is dus de stand van zaken tot en met de week van 6 maart. En vandaag zitten we, het is wat kleintjes, maar we zitten met... Ik weet niet wat er hier een pointer op staat, maar ik zal het niet doen. Ja, hier. Voilà. We zitten wereldwijd vandaag met een teller van 6. Verspreid in 2 landen, 4 in Pakistan en 2 in Afghanistan. Zijn de enige gevallen op vandaag. 6 wereldwijde besmettingen voor het wilde poliovaccin. Even meegeven dat wij, en de wij is altijd wij allemaal, ook iedereen hier aanwezig in deze zaal, want we mogen dit echt als een wij-verhaal beschouwen, dat het aantal gevallen een beetje zal stijgen. We zien dat overigens in 2018 lag die hoger dan in 2017. Maar dat komt omdat we ook veel diepgaander onderzoeken doen. Bodemtesten, waterstalen en dergelijke. Geen bodemtesten, maar waterstalen nemen en dergelijke meer. Om absoluut zeker te zijn dat het poliovirus, het wilde poliovirus, nergens verspreid is. Ze zeggen het zelf in India. Ze
kunnen goed Nederlands. Wat heb je gehoord? Goed zo, goed zo. We moesten het maar een paar keer zeggen toen we rondliepen in de boots om ze mee te krijgen naar het vaccingedeelte. Maar dus, zij zeggen het zelf ook goed zo. En ik wil het ook aan jullie allemaal meegeven. Echt goed zo. En eigenlijk verdienen jullie om jullie, aan jullie zelf ook een klein applausje te geven hiervoor. Want het is absoluut niet niets wat we hier aan het realiseren zijn. En daar mag je echt wel terecht trots op zijn. Nu, wat is dan de rol van Rotary die we vandaag hebben nog steeds in heel dit verhaal? Een eerste rol die kennen we en daar zijn we ook goed in. Dat is het verzamelen van fondsen. Dat is het zelf organiseren van fundraising. En dat is het pleiten bij andere overheden en organisaties om fondsen te geven voor de strijd tegen polio. En we kunnen dat uiteraard op verschillende manieren doen en jullie doen het allemaal. Heel specifiek hier voor de clubs en voor het district hebben we het verhaal dat de Bill & Melinda Gates Foundation nog tot 2020 een verdriedubbeling doet van elke dollar die zij binnenkrijgen via de Polio Plus Fonds. Ik had het. En deed zo pas een suggestie, maak dat onze club er ook even in voorkomt. Ik neem het direct mee. Toen wij als club 2 jaar geleden nog, dus Rotary Herersbergen moest het zeggen, een actie gedaan hebben voor Polio Plus, dus voor polio, €1.500, is dat automatisch verdriedubbeld naar €4.500. En die €4.500, dat is waarmee we in de persen komen zijn. Rotary Club schenkt €4.500 voor de strijd tegen polio. En op zich is dat een correcte informatie. Dus dat is al direct een eerste aanmoediging om voor jullie als inkomende bestuursleden en voorzitters om ook nog volgend jaar, dus in het volgende werkjaar, zeker een actie te doen en een extra storting te doen aan het Polio Plus Fonds. En daar dan ook zo mee uit te komen, omdat het Bill & Melinda Gates Foundation verhaal in principe in 2020 stopt. Ja, dus normaal, we weten niet of dat verlengd wordt, maar als je echt nog gebruik wil maken van die verdriedubbeling, is het absoluut je kans om dat te doen. Maar ook het district speelt haar rol en kan ook haar rol spelen voor volgend jaar. Dit jaar heeft ons district en dus wij allemaal samen een donatie gedaan, zou je kunnen stellen, van $22.000 uit het DDF. Dat is een fonds die van de middelen die altijd terugkeren uiteindelijk naar ons district, waar dat er wel wat middelen in zitten. Dat bedrag is met 50% verhoogd door het Wereldfonds van de Foundation. Dat werd al 33.000 en nog eens verdriedubbeld door het Bill & Melinda Gates Foundation. Dus ons district, wij allemaal samen, hebben in dit werkjaar van Mark Bozemans en Patrick Baks, wat is de combinatie, $100.000 gegeven, ook nog extra aan polio. En het goede nieuws is dat voor het volgend jaar het verhaal opgetrokken wordt, of het bedrag opgetrokken wordt. Dus we zitten vandaag aan dus dat is de datum 28 februari. Dus overigens een foto ook van 2 weken geleden getrokken in Evanston zelf. We zitten vandaag op 4,1 miljoen, de grens lag op 5 miljoen, dat wereldwijd uit alle DDF'en is gekomen. Rotary, de foundation, heeft beslist om dat op te trekken naar 10 miljoen en de matching naar 100% te doen. Dus dat is direct ook een oproep voor het eerstkomende district dat binnenkomt om zeker en vast ook opnieuw een hift te doen, een donatie te doen vanuit de DDF. Stel bijvoorbeeld als dat 25.000 zou zijn, dan wordt dat al verdubbeld door het Wereldfonds. Dat is al 50.000 en dan maal 3 zou €150.000 zijn. Dus je ziet, daar zijn wij sterk in en dat moeten we blijven doen, wij allemaal hier samen. Een tweede luik, en dat komt steeds meer en meer op de voorgrond terecht, is de awareness, de bewustwording. Die moet jammer genoeg versterkt worden. We krijgen meer en meer de situatie dat mensen een opt-out doen, dat zij ervoor kiezen om hun kinderen niet in te enten. Nochtans weten we, dankzij het polioverhaal, dat
inentingen werken. Zowel de orale als de inentingen zelf. De vaccins, zowel de orale als de vaccins via inenting, hebben ervoor gezorgd dat volgens berekeningen er meer dan 15 miljoen mensen vandaag niet rondlopen met verlammingsverschijnselen. We hebben 99,9% van de ziekte uitgeroeid dankzij vaccineren. Niet ondanks. Het is een ziekte, eenmaal je het hebt, waar niets aan kan gedaan worden. Het enige dat mogelijk is, is om het te vermijden. Of door goede hygiënische omstandigheden, of door inentingen. Dus absoluut noodzakelijk om ook het verhaal van inentingen mee te nemen in ons Rotary-verhaal. Wat we noemen de collectieve immuniteit onder druk staat. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat in 2019 de opt-out, dus de keuze van ouders om hun kinderen niet meer in te enten, een wereldwijde gezondheidsrisico is. En een wereldwijde bedreiging voor onze gezondheid. Want zoals je ook hier kan zien, via het principe van de collectieve immunisering, hoe meer haatjes erin zitten in het vaccinatieverhaal, hoe groter het risico dat we ook hier in ons eigen land terug een aantal vermijdbare ziektes zullen binnenkrijgen. Dus overigens zal het geval. In die mate zelfs dat er politici zijn in Amerika, dat is een artikel van 2 weken geleden, die er zelfs weer voor pleiten om die opt-out effectief als een wettelijke mogelijkheid te voorzien. Zoals ik al gezegd heb, sinds 67 wettelijk verplicht in België om ingeënt te zijn. Laten we dat alvast zo houden. Dus dat is een tweede rol. Naast de fundraising en het fondsenwerven is het awareness-verhaal, het bewustwordingsverhaal voor ons ook van belang om echt wel polio als een case naar voren te schuiven als zijnde reden van noodzaak om niet tegen inentingen te zijn. Dan zoom ik eventjes in, meer naar het lokalere niveau en het districtsniveau. We hebben, zoals Patrick heeft gezegd, binnen het district een foundationcommissie. En onder de vleugels daarvan een subcommissie Polio Plus. We staan uit een aantal mensen. En eigenlijk willen we vooral proberen een netwerkorganisatie uit te bouwen, waarbij we op zoek gaan en gaandeweg deze mensen vinden om verspreid over de 15 zones, tot zolang we nog altijd district 2170 zijn, om over die 15 zones SPOCs te hebben, single points of contact, om op die manier, op een hele goede manier, zo dicht mogelijk en zo snel mogelijk de leden en de clubs te bereiken met informatie, onder meer via een soort cloud-platform waarop presentaties, artikels en dergelijke meer staan. Onder meer door interactie dan met de andere districten en vanzelfsprekend met de internationale organisaties. En dan kom ik vanzelfsprekend terecht bij wat wij graag van, wat ik graag bij deze ook van jullie verwacht en oproep en hoop dat daar snel gevolg aan gegeven wordt. Dat is inderdaad, zoals ik zei, het verhaal van de fundraising en echt ook mee die bewustwording in stand houden en mee beseffen dat het lijkt dat dit verhaal al heel lang gaande is. Het is ook al zo. Sinds 1979, als we echt wel helemaal terugkeren in de tijd, sinds 1988. Dus dat zijn de meesten onder jullie, bijna iedereen hier aanwezig, zal nooit iets anders meegemaakt hebben dan onze strijd tegen polio. En toch blijft het belangrijk dat we daar absoluut in verder doen. Alleen al omwille van het feit dat als we zouden stoppen, we binnen 30 jaar weer terug 300.000 gevallen hebben. Dus het is echt een noodzaak om te komen tot deze tweede ziekte die we wereldwijd kunnen uitroeien. Wij dan als Rotary natuurlijk onze eerste, maar goed, wereldwijd zou dit de tweede zijn. Dus fundraising en meehelpen met de bewustwording. Een tweede oproep dat ik aan jullie allemaal wil doen, is om binnen je eigen club, eventueel binnen de commissie van de foundation die er zou zijn, of eventueel die verantwoordelijke van de foundation zelf, om die persoon en de contactgegevens, een e-mailadres en een naam, GDPR gewijs, door te geven naar dit mailadres.
Op die wijze verzamelen wij vanuit het district de contactpersonen rechtstreeks van zij die zich bezighouden op het lokale niveau met polio en kunnen we op die manier ook veel meer aan interactie doen. Op een andere manier, zoals ik al zei, GDPR-gewijs is het moeilijk. We geraken niet zomaar, hoe gemakkelijk het zou kunnen zijn, we geraken niet zomaar uit de directory aan die gegevens. Ook al bezit Rotary die, we moeten daar op een correcte manier mee omgaan, alle begrip voor. En dan een derde oproep, en dat is echt een warme oproep dat ik bij deze wil doen, heeft te maken met Wereld Poliodag op 24 oktober. Dus elk jaar opnieuw op dezelfde dag. Dus dit jaar is dat 24 oktober 2019, op een donderdag. Zijn er clubs hier aanwezig die op donderdag vergaderen? Alles perfect. Noteer het al in de agenda. Donderdag 24 oktober. Op die dag zou je iets moeten doen met of over polio. Dat kan een spreker zijn, dat kan dus nooit gewoon een leafletje zijn dat in het slechtste geval voorgelezen wordt door de voorzitter of door die polioverantwoordelijke. Dat kan uiteraard een echte fundraising zijn, dat kan een verkoop zijn. Dat kan ook iets zijn dat niet per se op die dag doorgaat, want de andere clubs die niet vergaderen op die dag zijn niet vrijgesteld. Dus als maandag, dinsdag of eender wat. Je kan perfect iets organiseren op een andere dag of zelfs gewoon erbuitenvallend. Maar op die dag is het de bedoeling dat wij ook vanuit ons district zoveel mogelijk aanmeldingen doen. En het adres kan je daar vinden, want die worden wereldwijd geregistreerd. En op die manier maken we de kracht van Rotary sterker in het verhaal voor onze strijd tegen polio. Voilà, dus met deze drie to-do's stuur ik jullie graag met de lege maag naar een gevulde tafel dat je daar straks achter je kan vinden. I contracted polio when I was 15 months old in Lagos, Nigeria. And polio is a horrible, terrible disease. And what it does is it causes paralysis. It's hard to put into words what Rotary have done for this campaign. It's absolutely astounding. I don't think enough people know just how much money Rotary has put in, billions, since they began the Rotary campaign 30 years ago, and just how much work the Rotary members have put in to raise awareness and to help vaccinate children all over the world. I think they're owed a massive thank you for what they've done, and I'll be there as an ambassador with Rotary all the way until the end. This is a cause really close to my heart. I've been out to India and I've taken part in an immunization day and seen the dedication that it takes, and if we've managed to get rid of it in a country with over a billion people in population and so many children, it's a message that we can do this globally now. For me, to see a disease like polio eradicated in my lifetime, it will be one of the greatest days of my life. I think one of the greatest days for the human race. Net zoals het een grootste dag zou zijn voor al zij die nog altijd met polio rondlopen, zal het absoluut ook voor ons een enorm grote dag zijn en ook een enorm groot feest als we effectief kunnen zeggen dat wij officieel polio wereldwijd hebben uitgeroeid. Dus proficiat aan jullie allemaal en dank u voor jullie aandacht. Smakelijk eten.